Jongens, welkom bij de Hot Coffee Show, waar de discussie en plezier langzaam bij je hersenen naar binnen druppelt. Als echte filterkoffie. Oh shit, voor mij staat daar. Ja. Dus een nieuwe week, een nieuwe stelling. Elke week behandelen wij een stelling. Schrik trouwens niet van de Nintendo shit, want we hebben Mario Maker toernooi gehad dit weekend. Was heel gezellig. Ja, dus David over de vloer. Dus. Ik neem niet aan dat je dit anders geïnterpreteerd had dan wat het is. Uiteraard. En we doen elke week een nieuwe stelling. En deze week ook weer. Bedankt voor de reacties vorige week. Die heb ik hier bij me. Ja, sowieso. Ik vond de beste reactie wel, kwam toch wel van Basman. Eén Korea van Zuid en Noord-Korea. Omdat we dat vorige week natuurlijk... versprak Peter zich over dat Noord-Korea Zuid-Korea ja. was. Dus ja, het was een goede stelling. Thanks. Ja, thanks. En Was een stelling die hij had ingelezen. Ja. Was heel mooi aangehaakt op de vorige. Mooi, Bas. Maar Mattioza had gezegd, hij bedoelde inderdaad 2050 in plaats van 2015. Hoe ziet gamen eruit in 2015? Nou ja, inmiddels is het mysterie opgelost. Hij bedoelde 2050. Ja. Nou ja, veel reacties. Ik vond het echt heel leuk. Glenn ook echt een super lange reactie. Ja, Glenn wint als lange comment koning. Koen is van de troon afgestoten. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Ja. Die jongen die typt even een hele scriptie bij ons in de reacties. Top, en dat man. Is ook goed. Leuk. Dat is wordt gaaf. Ook gelezen door, niet hier, maar wel door mensen online. Ja, dan zijn wel eens mensen die zich vervelen. Ja. Yay, nieuwe stelling. Ja. De stelling van deze week komt van... Het is van Glenn! Het is een super lange reactie. Van Glenn, nou zie je. Shit. Lang reageren loont. Lang reageren loont gewoon. Gewoon, typ maar los. Ja. Lorem ipsum dolor. Gooi die hele tekst erin. Mooi. De stelling is... kinderen kennen het gevaar van wapens en drugs niet meer door games. En dat is natuurlijk van Glenn Lambrix op Gamersnet. Glenn is zelf 15. En die speelt allerlei 18-jarige, 18-plus games. Glenn is toch een Nintendo-gamer? Ja, maar hij speelt ook wel eens 18-plus games. En Glenn vindt het niet kunnen dat kinderen van 6 jaar door 18-plus games het gevaar van wapens en drugs en verkrachting en geweld niet kennen. En ik vraag me dan af... Er staat toch 18-plus op het fucking doosje? Ja, maar ik denk dat Glenn het heeft over een algemeen cultuurverschijnsel. Ik ben het niet met hem eens, maar ik kan ze denkrichting voorstellen. Dat er zoveel geweld en seks en naaien... Ik wil naaien huis brengen. ...online te vinden is. Dat het, kijk... Nou, kan, niet in Splatoon. Nee, weet ik wel. Maar in de wereld als zich, mede dankzij games, dat zeg maar... ...kinderen een beetje dumped down worden voor dingen die niet normaal zijn. Omdat het overal te zien is. Ik bedoel, elke website heeft geweld en YouTube heeft ook hele gewelddadige dingen en ik pranks, vind het pranks gone wrong, pranks gone sexual. En vandaag, wij zijn van Dutch Prank NL en vandaag gaan we de scheten challenge doen. En ik vind alsnog wel de verantwoordelijkheid van de ouders, dus ik ben het niet meer eens, want dat zou betekenen dat we censuur moeten doen. En censuur is nooit goed. Ik bedoel, dat een kind van 6 te dom is. Oh nee, dat is best wel logisch, want een kind is nummer 6. Dat een van de mogol te dom is om na te denken dat je iemand niet kapot moet schieten. Dan moet de halve wereld niet te dupe van worden door alles te verbieden. Maar ik kan me wel voorstellen dat kinderen over het algemeen minder... ik zoek een woord. Het is een woord wat totaal niet in me opkomt, maar ik wil het wel nu zeggen. Dat je ding naar beneden, je... Kastiet. Ik weet niet welk woord je bedoelt. Als ik dit woord wel had gekend en nu had genoemd, hadden jullie allemaal gezegd, jezus, Peter, ben je intelligent. Zo eloquent, die jongen. Dat wil je niet weten. Dat woord zocht ik echt totaal niet. Nee, weet ik, maar dat was ook niet de bedoeling. Maar dat je weerstand voor geweld omlaag wordt, snap je? Ik snap Glenn's denkrichting wel en ik ben niet zo... Ik snap wel, het staat op de hoesjes en de ouders moeten dat in de gaten houden, Glenn. Dat is... Papa's precies... en mama's moeten dat doen. Als een kind van 6 GTA speelt, dan... misschien het kind, ik begrijp dat, die is dan misschien not to blame. Maar de ouders op zijn minst wel. Want als ouder moet jij gewoon weten waar je kind mee bezig is. En dan kun je zo makkelijk monitoren en dan kun je zo makkelijk zeggen... Nee, dit niet en dat wel. En ik vind het zo dom dat dan... Omdat... Kinderen het 18 plus en ouders het 18 plus embleem gewoon
gewoon denken van, nou ja, hoppakee, weg ermee, dat negeren we. Moeten de games in één keer erop aanpassen van, oh, dat de mensen bij Rockstar zeggen van, oh ja, er staat wel 18 plus op, maar 6-jarigen spelen het ook. Dus misschien moeten we een beetje rustig aandoen met de seks en de drugs in de game. Ja. Dat zou toch bullshit zijn? Nee, dat zou bullshit zijn. Maar volgens mij zijn we het daar allemaal, tenminste laten we zeggen, heel veel mensen zijn het daar over eens. Je moet nooit censuur op dat soort dingen doen. Je moet gewoon, entertainment moet altijd kunnen en als het... Het is een vorm van kunst, hè? Moet altijd kunnen. Oké, zo niet. Maar het moet altijd kunnen en als het niet kan, dan moet je er gewoon een leeftijdsticker op plakken. En dan is het de verantwoordelijkheid van de ouders. Ik vind het wel moeilijker bij 16 en 15-jarigen. Hoezo? De 18-plus stickers. Want ja, heel veel ouders vinden het gewoon cool als hun kind van 15 Call of Duty speelt. Ja, dan zeg ik. Het is ook niet alsof een kind wat Call of Duty speelt, als je zegt van... En die, weet je, die is dan 16 en die speelt Black Ops 3. Dat hij de volgende dag met een explosieve kruisboog over straat gaat of zo, weet je wel. Ik bedoel, het geweld is zo over de top. Ze kunnen het toch niet nadoen. En ik denk dat ook van GTA, weet je. Kijk, Glenn zegt dan, ja, ik werk met kinderen die... hij loopt dan stage met jonge kinderen en die kunnen dan... de namen van wapens benoemen. Ja, als zij geïnteresseerd zijn in wapens, dan is dat toch prima, zolang ze er maar geen oppakken. Nou, zo is ook een leven in Nederland en jij leeft in België, dus... Volgens mij niet zo heel makkelijk om ergens een wapen op te wist pakken. Wist je dat België een van de grootste wapenfabrikanten van de wereld is? Ja, fabrikanten, maar niet een van de grootste distributeurs. Dus distributeurs, maar niet aan het dagelijks volk. Niet aan het dagelijks volk. Maar de wereld is wel heel veel te danken aan België. Dank je wel, hoor. Als pacifist zeg ik dat even. Maar dat is gewoon de schuld van de ouders. Dat komt daar goed neer. Ik mocht op mijn 14e of 13e of 12e al of Carmageddon spelen. Mijn moeder vond dat best. Ja, nee, ik heb dat ook gehad met GTA San Andreas. Wanneer kwam GTA San Andreas uit? Hoe oud was ik toen? In ieder geval geen 18. Dat vonden mijn ouders ook op zich wel aardig. Ja, en kijk wat er van me is geworden. Ja. Een vieze, drugsgebruikende junkie die iedereen overhoop schiet om aan mijn fix te komen. Ja. Man, I suck your dick. Come on, man, just hook me up. What the fuck you just say, nigga? Man, I said I suck your dick. Come on, man, just get the fuck. Damn. Er is verder niks mis mee, ik ben gewoon ambitieus. Jongens, bedankt voor het kijken en bedankt voor je stelling, Glenn. Awesome gedaan. En wil je zelf featuren in de Hot Coffee Show? Dat kan natuurlijk. Je kunt hieronder in de reacties op YouTube of Gamersnet... kun jij gewoon je stelling achterlaten en wie weet... of vraag mag ook. En wie weet behandelen we jouw vraag of stelling volgende week wel in een nieuwe Hot Coffee Show. Oh, en reageer op deze stelling. Hoe jong was je toen je je eerste gewelddadige spel speelde? Ja, dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. En wat vonden je ouders ervan? Dat wil ik eigenlijk ook weten. En hoe denk je dat de games waar je eigenlijk te jong voor was jou veranderd hebben? Mooi. Want ik denk eigenlijk niet dat heel veel mensen echt grandioos anders zijn omdat ze op hun 12e GTA spelen. Maar dat weten ze niet. Nee, oké, maar ja, ik ben wel benieuwd. Ja, ik spuit alleen maar heroïne door GTA toen ik zo jong was. Maar dat had je anders ook wel gedaan. Nee, precies, weet je wel. Ik bedoel... Oké, jullie hebben dus huiswerk. Dus 1, nieuwe stelling. 2, wat was je eerste game ik speelde? En 3, hoe denk je dat die game jou veranderd heeft? Of niet? Of niet. Vertel het ons. Tot volgende week. Tot volgende week.